Facebook ook mee wil werken. De video begint. Even kijken. Ja. Ja, en Facebook is ook mee live. Super fijn. Als er al mensen zijn die kijken op Facebook of op Instagram, zou je me even willen laten weten of dat de verbinding goed is, of ik goed te horen ben, goed te zien, zowel Facebook als Instagram. Want dan ga ik gewoon beginnen met mijn live. Ik zie dat er mensen kijken. Leuk. Even kijken of er op Facebook al... Ah, Anouk, Sanne zegt prima hoor. Dus ik neem aan dat de kwaliteit goed genoeg is om te beginnen, ook op Facebook. Want vanavond ging ik het hebben over trailerladen zonder camoufleren. En dit is ook de presentatie die ik op Equidee heb gegeven, een paar weken terug, 2, 3 weken geleden. En ik vond het een hele, hele leuke presentatie om te geven. Omdat ik denk dat het stuk camoufleren iets is wat we eigenlijk allemaal voelen, maar niet zo goed kunnen plaatsen. Want voordat we naar de tips en trucs gaan, wat is dat camoufleren dan precies? En ik denk dat we camoufleren kunnen vertalen met een hulpmiddel om eigenlijk, heel eerlijk, de nee van het paard onder tafel te vegen. De nee van het paard niet te hoeven horen. En dat klinkt nu een beetje zweverig, maar dat gaat helemaal helder worden straks. Maar eigenlijk is er een situatie waarin het paard zegt, dat wil ik niet, om verschillende redenen. En ons camoufleren is dat we dan toch het paard kunnen verplichten. Of dat we toch, het gaat om druk, maar het gaat ook om voer. Dat we ook met voer soms kunnen zeggen, nou ja, maar als je dit wel doet, dan krijg je 1700 KitKat of Kinderbueno's. Ook camoufleren. Eigenlijk heeft het paard gezegd, dat wil ik niet. En we kunnen dan dus daar druk tegenover stellen. Dus dat is bijvoorbeeld het maken van zo'n doorgang met hekken. Of met logeerlijnen. Dat even praktische voorbeeld hoor, van camoufleren. Het maken van zo'n gangetje. Maar dus ook het gebruik van voer. Dat is ook camoufleren. En ik denk dat we ergens dat soort dingen eigenlijk wel aanvoelen. Tenminste, als ik met mensen ga trailerladen, benoem ik dat. Van, hey, zie je dat het paard hier eigenlijk nee heeft gezegd? En wat vinden we daarvan? Dat zijn dingen die mijn klanten altijd doorhebben. Alleen hebben we geleerd om daar overheen te stappen. We hebben geleerd om te zeggen, ja, dat zei het paard dan misschien wel, maar daar heeft het paard niks over te zeggen. Het paard moet gewoon doen wat ik wil. Dat hebben we geleerd. En ik denk dat we in mijn lessen en in mijn presentaties teruggaan naar, we zien het eigenlijk wel. En hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we dat niet meer hoeven te camoufleren? Omdat we oké zijn met de communicatie van het paard. Dat is even heel kort. Wat is het camoufleren? Ik denk dat een paard iets zegt. Ja of nee. Een paard heeft ergens een bepaalde visie op. Een paard wil iets wel of niet. En met camoufleren kunnen we dat dus... hoeven we niet te luisteren. En het camoufleren kan dus druk zijn. Maar ook voer. En ik zit met mijn klanten denk ik ook veel in de mensen die met voer werken. En dat doe ik zelf ook. Ik ben dol op trainen met voer. Maar ik zie ook dat we voer kunnen inzetten als middel om te camoufleren. Dat is ook niet oké. Dus dat is even die korte introductie. Wat het camoufleren nou is. Waarom vind ik het zo belangrijk dat we dit stuk camoufleren bespreken. En ook een soort bewustzijn daarop maken. Ik denk dat we het op die manier ook een stuk veiliger kunnen maken. Want hoeveel paarden... ik wel niet ken, die meestal goed de trailer inlopen, behalve als er iets niet helemaal klopt. Als de trailerklep niet helemaal perfect recht staat. Of als er net een vlag een beetje anders wappert. Of als er net iets verkeerd is voor dat paard, valt het helemaal als een kaartenhuis in één. En ik denk dat dat komt omdat we te veel afhankelijk zijn van dat... van het camoufleren. Als dan een keer iets niet helemaal perfect gaat, dan hebben we dus een paard wat niet meer mee kan of wil werken. Dus ik vind veiligheid heel erg belangrijk. Dat we nooit meer een paard met zijn voorbenen over de stang hoeven te zien. Dat we nooit meer een paard hebben dat van ellende probeert om te draaien in een trailer en dan vast komt te zitten.
Ik denk dat we die dingen veel minder gaan zien als we niet meer zoveel camoufleren. Als er tot hier vragen zijn, stel ze gerust. Ik hou de chat in de gaten. Maar tot nu toe nog geen vragen binnengekregen. Oké, dus ik vind veiligheid een belangrijk stuk, maar natuurlijk ook het welzijn van het paard. Want ja, laten we wel eerlijk wezen, een paard vertelt ons iets. Mensen zeggen altijd, oh, kon ik maar praten met mijn paard? Maar goed, dan tijdens het trainerladen zegt een paard een keer iets en dan willen we het niet horen. Dus ik denk ook voor het welzijn van het paard is het echt wel veel, veel fijner als we wel gaan luisteren. Betekent niet dat we nooit mogen camoufleren. Als Joy, mijn paard, iets heeft en ze kan heel goed trainerladen, maar er is iets en ze wil een keer niet met de trainer en het is wel noodzakelijk, natuurlijk forceer ik haar dan. Natuurlijk moet ze dan mee. Ik ga het proberen om het natuurlijk te doen op een manier die wel fijn is. Maar wat mensen vaak niet uit elkaar kunnen halen, is dat we in training camoufleren willen zien. We willen weten wanneer we camoufleren, we willen het zo min mogelijk doen. Maar dat betekent niet dat als er een keer echt nood aan de man is, natuurlijk hopen we dan dat de training gewoon werkt. Maar als het niet het geval is, dan is het een heel ander verhaal. En dat vond ik heel erg leuk, want dat was een man op Equidee die dat zo in de wandelgangen nog zei van, oh ja, volgens mij was dat het. Volgens mij is het oké om in een noodgeval wel een paard te forceren of wel iets te moeten doen. Maar dat moet niet het dagelijks uitgangspunt zijn. En dat is het een beetje. Ik denk dat we die uit elkaar mogen halen. Maar als het nodig is, moeten we doen wat nodig is. Dat bovenaan. Oké. Dat waren de puntjes. Hoe gaan we dan trainer laden zonder camoufleren? En ik denk om hier wel een beeld van te krijgen hoe dit gaat, hoe dit in zijn werk gaat, is het paard moet wel al een bepaalde mate van keuzevrijheid ervaren hebben, moet een bepaalde gevoel hebben dat het oké is om nee te zeggen. En het moet dus een paard zijn wat al wel iets van een basistraining heeft gehad in keuzevrijheid en trainen met voer, zonder dat daar over de grenzen van het paard heen wordt gegaan. Dus ik wil dat een paard eigenlijk rustig is rond voer, denkt, oh ja, het is wel leuk om af en toe wat lekkers te krijgen, maar het is niet het super noodzakelijkste. Dat voer er zeker bij is als leuk onderdeel van de training, maar dat het paard niet die hyperfocus op voer heeft. Als dat nog het geval is, kunnen we ook gaan trainen laden, maar dan gaat het niet zo fraai zijn als ik nu ga bespreken. Dus die basistraining is eigenlijk stap 1. Dan is stap 2 heel simpel. Het paard is los. Het paard is los en je gaat gewoon kijken wat voor dagelijkse training kunnen jullie doen in de buurt van die trailer. Bij sommige paarden zal je zien dat ik adviseer om op 70 meter van de trailer te gaan staan. Hele, hele grote afstand. 70 meter. Soms dan moet het ja, dat is ook wel heel ver, maar bij wijze van spreken. We werken niet in de eerste sessie per se op 1,5 meter afstand van de trailer. Als dat 70 meter is, is dat 70 meter. En soms kan het ook helpen om de trailer dicht te houden. Dat je wel al in de buurt van de trailer bent, maar de trailer nog helemaal dicht is. De klep is al omhoog en het zeiltje is zeg maar nog ervoor. Want wat we dan willen, hoe goed kan jouw paard nog nadenken in de buurt van de trailer? En als we al zien dat jouw paard perfect op een houten plank kan gaan staan, of perfect kan apporteren, of perfect op jouw stemhulp naar achter kan gaan zonder spanning, en opeens komen wij binnen 20 meter van die trailer, en dan zien we dat die reactie al anders is, dan gaan we verder weg van de trailer. Het heeft geen zin om als je al ziet dat je paard reageert. Wacht, ik heb hier misschien een vraag op Facebook. Eén moment. Oh, het is een oude comment op aankondiging van de live. Je paard reageert op een bepaalde afstand, heeft het geen zin om op die afstand door te blijven trainen. We moeten eigenlijk weten waar je paard denkt, prima, en ik ben nu gewoon leuke dingen met mijn mens aan het doen. Vanuit daar moeten we gaan zoeken, waar komt nu die eerste reactie op die trailer? En dan heb ik het over een reactie zoals, hé, volgens mij is dat daar een trailer. Dat. Even om het een beetje voor te doen. Hè? Ik wil niet dat het paard denkt, daar is de trailer. Dan zijn we te dichtbij. Ik wil dat het paard het zo net opmerkt. Want hoe ver we in het begin starten van die trailer. Dus ik heb ook wel eens mensen, echt dat staat op 50 meter van de afstand van de trailer vandaan. Die denken ook, ja, poeh, dat
gaat nooit goed komen, toch? Als we op deze manier gaan werken. Maar zo is het niet. Als we die eerste sessie kunnen achterhalen wat de afstand is waarop jouw paard nog een oké emotionele staat heeft ten opzichte van die trailer, kunnen we de volgende sessies echt heel snel dichter ernaartoe. Ik denk dat dat voor sommige mensen ook wat onrealistisch klinkt, omdat we eigenlijk keer op keer al een paard in een soort semi-traumatische setting plaatsen en zeggen zo, nu moet je gaan leren trailer laden. Maar het is helemaal geen veilige omgeving. Het is ook belangrijk om dus te gaan kijken, wat doet het paard als wij niet meer camoufleren? Als wij het paard niet meer bij ons houden met een touw of een zweep of heel veel voertjes. Maar als we het paard zelf laten vertellen, op welke afstand ze denken, oh, volgens mij ken ik het voorwerp. Dat is denk ik de trailer, dat. Meer dan dat, allerlei processen in de hersenen gaan dan aan, waardoor de hersenen minder goed kunnen nadenken. Waardoor ze minder goed kunnen verwerken wat er gebeurt en wat ze er eigenlijk van vinden. En de volgende keer zullen ze dus ook weer wellicht terugpakken op die eerste angst. En zullen ze niet het proces zich herinneren van, oh, het viel eigenlijk wel mee en het was helemaal niet eng. Dat is niet wat ze zich herinneren. Omdat die afstand in het begin dus te klein was. Dus, een paard heeft die basistraining gehad. Vervolgens gaan we kijken, wat is de afstand waarop dat paard denkt, hé, ik kan nog met mijn mens samen zijn. En vanuit daar is het eigenlijk heel gezellig en heel makkelijk. Je weet dat je paard bijvoorbeeld op 5 meter van de trailer denkt, dat vind ik prima. Dan gaan we ook gewoon kijken of we binnen die veilige afstand leuke dingen kunnen doen met je paard. Of we kunnen vragen of je paard op 7 meter nog een target kan aanraken. We gaan niet lopen klungelen in de grens, op dat grensgebied. Misschien heb ik nu een vraag op Facebook. Nee. Een hartje van Sanne. Leuk, bedankt. En van Nadine. Bedankt. Leuk dat er ook op Facebook mensen meekijken. Meestal is Instagram wat meer, maar ook superleuk dat er mensen in Facebook zijn. Dus we gaan, denk ik, dat is een andere belangrijke punt. We gaan niet in die marges lopen klungelen. Want je mag het paard zien als een soort stoplicht. We hebben rood, oranje en groen. Groen is eigenlijk waar we de training willen hebben. Rood is drama, hè? Dat is gewoon logisch. Rood willen we echt vermijden. De overgang tussen rood en oranje is soms heel lastig te zien. En daarom is het dus mijn makkelijkste advies, blijf vooral in die groene zone. Als je dan toch een keer per ongeluk in die oranje zone komt, oké. Maar als we inzetten op oranje, hebben we eigenlijk geen ruimte om fouten te maken. Geen marge, zeg maar. Dus dat is het belangrijkste punt. Hou het zo comfortabel mogelijk voor je paard, zodat er nog iets kan gebeuren, zodat er nog dingen mis kunnen gaan, zodat je niet, zeg maar, na de klik heel snel moet voeren, want anders raakt je paard in paniek. Ik denk dat als we het op die manier heel kritisch netjes moeten doen, heel perfect, hebben we denk ik te weinig ruimte gecreëerd voor onszelf om gewoon menselijke inschattingsfouten te maken. Dus dat is mijn volgende punt. Als we niet meer willen camoufleren, moeten we onszelf ook de rust en dus het spelgebied geven om dat te kunnen. En ja, dan is het denk ik gewoon heel fijn dat een paard zichzelf mag zijn en dat we daarin af en toe wel kunnen vragen of ze iets willen doen, maar dat we ze ook niet continu bezig moeten houden. Ik denk dat als we, zeg maar, hulp na hulp na hulp moeten geven van, wil je target aanraken hier, wil je target aanraken daar, wil je dit doen, wil je dat doen, wil je dat doen, wil je dat doen, wil je dat doen, om ze maar in die niet angstige modus te krijgen, dan denk ik dat als je nu kijkt dat je dat wel een beetje begint te vatten, hè, wat ik dan bedoel. Als we daar afhankelijk van zijn, als we, zeg maar, het paard continu moeten overweldigen of overspoelen met onze hulpen, is het paard waarschijnlijk al te gespannen. En gebruiken wij onze opdrachtjes, onze cues, onze commando's, onze hulpen als camouflage. En dat is dus wat ik ook zie. En dat is dus met voer. Nogmaals, voer is perfect rond de trailer, maar niet op die manier, denk ik. Ik denk dat we, bij wijze van spreken, 75% setup. 75% moeten nadenken over waar staat die trailer, hoeveel afstand en 25% voer.
En ik zie dus regelmatig paarden die over hun grenzen worden gevraagd rond de trailer. En dan met voer een soort balans opgeheven. Omdat het voer zo belangrijk is. Want eigenlijk zonder het voer zou het paard heel hard willen wegrennen. En dat vind ik zelf niet zo fijn. Maar ook het is niet zo fijn voor het paard. En het gaat soms ook niet zo snel. Want dat is wel zo. Ik kan er nooit garanties bieden. Want paarden zijn net zoals mensen. En ja, een menselijke therapeut kan ook nooit zeggen, binnen zoveel weken is dat probleem helemaal weg. Maar ik zie echt wel dat mensen die eigenlijk heel nauw met mij samenwerken, binnen een maand of anderhalf, binnen een maand, 1 maand tot anderhalf denk ik, bijna ieder paard wel in de trailer krijgen. Daarmee ben je er niet, hè? Dus dat is niet het einddoel, dat is niet zeg maar, een super resultaat, want dan kan de klep nog niet dicht, je kan nog niet gaan reizen, je kan nog nergens naartoe. Maar een paard ontspannen in de trailer is over het algemeen niet super moeilijk. Als we maar ervoor zorgen dat we niet gaan camoufleren, niet camoufleren vanuit druk en niet camoufleren vanuit voer en vanuit onze hulpen en vragen, ook niet vanuit positieve bekrachtiging. Dat was denk ik heel kort mijn idee over camoufleren. Zijn er nog vragen op Instagram of op Facebook gekomen? Of is het helemaal duidelijk? Dat is ook heel goed. Ik heb wel een paar meldingen, maar volgens mij nog geen vragen. Nee. Oké. Ja, 0 op 0. Oké. Ja, dan denk ik dat dit mijn korte introductie was in trailer laden zonder camoufleren. Ah, oké. Anouk Sanne zegt, hoe ga je dan om met de spanning na het laden? Kun je dat ook camoufleren? Dat is een hele goede. Bedoel je dan na het laden van het paard staat erin en de stang moet erachter? Dat moet je nog even laten weten, Sanne, want dan kan ik daarop verder inhaken. Kom maar terug bij mij, Anouk. Dan, Sanne zegt, je legt dat zo duidelijk uit. Bedankt. Oh ja, en Laura. Zelfs voor de tweede keer, Laura was erbij op EQD, dus die heeft het al een keer gehoord, de langere versie. Als Anouk dan nog even wil laten weten wat ze precies bedoelt met de spanning na het laden, of dat is zeg maar, op locatie aankomen, of ja, bijvoorbeeld of tijdens het reizen, ja. Kun je dat ook camoufleren? Ik denk dat het camoufleren vooral ervoor is. Want in de trailer is het, hebben we eigenlijk relatief weinig te zeggen. Hè? Wat ik zie is dat spanning tijdens het reizen toch nog net een hele andere categorie is om op te lossen. Het is bijvoorbeeld zo lawaaierig in sommige trailers. En ik denk dat we daarin ook als paardenwereld een soort vraag mogen leggen bij trailermakers. Waarom zijn die trailers zo lawaaierig? Ik heb er een keer een decibelmeter in gehad. En dat ging richting gehoorschade. Zo hard was het geluid in de trailer. Ik denk dat we gewoon moeten eisen dat we stillere trailers gaan krijgen. Dus dat is zeker een punt. Het reizen is gewoon lastig, denk ik. Wat ik wel zie, is dat paarden die leren trailer laden zonder camoufleren, kunnen de spanning van het reizen veel beter hebben. Dus dan heb je paarden die zich veel bewuster zijn van wat er gaat gebeuren. En paarden die er toch makkelijker mee om kunnen gaan. Omdat we ook, denk ik, in het met je spelende wijze, in het leren trailer laden, ook op een bepaald punt komen dat een paard leert omgaan met stress. En dat is niet iets waar we echt oefeningen voor hebben. Dat is gewoon een van de vele positieve bijkomstigheden. Een paard leert omgaan met spanning. Leert ook omgaan met frustratie. En leert omgaan met bijvoorbeeld een nee. Dus ondanks dat we positieve bekrachtiging en keuzevrijheid gebruiken, kan een paard ook heel goed leren omgaan met de dagelijkse dingen. En dat is dus iets wat ik zie rond dat reizen. Ik kan het niet leuker maken. Het is super lawaaierig. En je moet je evenwicht heel moeilijk bewaren. Daarin zijn zeker sommige trailers beter dan andere. Maar dat is iets wat meer in de setup van de trailer zit. Natuurlijk gaan we hele korte stukjes reizen. Hè? Dus ook daarin is het nog een bepaalde opbouw. Het gaat heel erg van het hele korte stukje. Dat een paard maar eerst 2 meter rijdt. 1 meter. En dan weer eruit. Maar ik zie wel dat het reizen gewoon een punt blijft. Maar dat een paard er dus beter mee om kan gaan.
Eens even kijken. Dus Anouk, ik hoop dat ik je vraag zo verder heb beantwoord. Laura zegt als je het wil gaan trainen. Maar je weet dat je komende maand sowieso nog 2 keer gaat reizen. Dan is het denk ik onhandig om nu een andere associatie te proberen te krijgen. Ja, precies. Dat is inderdaad wel iets. Als ik mensen ga helpen met trainer laden, moeten we wel vanaf het begin van zo'n traject zeggen, je hoeft niet meer te gaan trainer laden. Behalve voor noodgevallen. Dat zal natuurlijk nooit helemaal kunnen tegenhouden. Maar soms als er toch geplande bezoeken staan voor, ja, ik had laatst een paard en volgens mij moest hij nog een keer bij de kliniek voor een bepaalde peesblessure. Dat is niet heel erg, dat moet dan, hè? Want dat lichamelijk welzijn is ook super van belang. Maar inderdaad, ik wil dan wel een bepaalde periode hebben waarin je niet gepland hoeft te gaan reizen. Want anders dan werkt het eigenlijk niet. Dan zeg je eerst tegen je paard, hey, ik luister naar je. En als jij iets zegt, dan luister ik zie het. En je mag meebeslissen in het proces. En dan opeens op zo'n dag zou je zeggen, ja, maar dat maakt me nu niet uit, want nu moeten we. Dus dat is niet eerlijk. Zeker niet als je het kan voorkomen. Dat is Laura's andere vraag. Pris zegt, stel dat het thuis goed gaat na oefenen en mijn paard losgeladen kan worden. Hoe doe je dit voor het eerst op een nieuwe locatie? Met meer spanning en geen mogelijkheid om los te laden. Oh ja, hele, hele goede vraag. Ja, inderdaad, thuis laat ik altijd los. Als het, totdat het een gewoonte geworden is, dat het paard begrijpt hoe het werkt. Los merk ik namelijk dat we veel makkelijker dat camouflerende stukje achter ons kunnen laten. Dus het gaat gewoon makkelijker. Als het thuis goed gaat, natuurlijk gaan we dan weer wel met een halster trainen en met een touw trainen. Zodat dat niet op de nieuwe locatie iets nieuws is. Daar moet je alleen even goed over nadenken. Wanneer is je paard klaar om dat halster en de touw er weer aan te voelen tijdens het trainerladen? Ja, dat was het antwoord al. Ja. En wat ik wel ook heel erg leuk vind, is om dan een beetje creatief met mensen mee te gaan kijken. Want kan je, als je thuis kan laden, super fijn, kan je bijvoorbeeld ook net buiten je huis, net buiten je oprit laden. Dus dan hoef je niet naar daarheen te rijden met je paard. Je loopt gewoon met je paard naar daar. En de trailer komt ook naar daar, met iemand anders dan wel natuurlijk. Kan je op 20 meter van je oord daar ook nog laden. Dat zijn wel een beetje de leuke dingen om altijd te onderzoeken. Waar heb je dan een veilige plek om het nog een keer te oefenen? Dus ja, dat waren denk ik de vragen. Instagram, Facebook, geen vragen. Dus nog even heel kort. Camoufleren, ik denk voor onze veiligheid, voor het welzijn van het paard. En ook omdat het gewoon veel makkelijker en veel sneller gaat. Want eigenlijk, kijk, het is geen quick fix. Natuurlijk kunnen we een paard met zwepen en met angst heel erg opjagen. Dat ze niet anders kunnen dan de trailer ingaan. Dat gaat super snel, dat wil ik alleen niet. Dat is iets wat ik niet doe. Maar zelfs met keuzevrijheid en met positieve bekrachtiging is het echt geen traject van jaren om een paard in de trailer te krijgen. Hoeveel ongelukken op de snelweg zou ik al hebben meegemaakt. Het aantal paarden dat ik dus hoor met echt heftig ongeluk is echt heel hoog. En ook dat gaat gewoon goed. Maar dat is een goed idee. Zo logisch, ja, om het ook elders te oefenen. Maar wel dicht bij huis. Ja, precies, dat is het. Dus het is wel leuk om daar een beetje creatief over na te denken. Via Google Maps gaan we dan soms kijken waar het kan. Of gewoon mensen die het weten. Dus eigenlijk, terugkomt, camoufleren is voor mij niet nodig. Het is ook niet zo dat je daardoor in een traject van jaren zit. Helemaal niet zelfs. En ja, het is ook heel erg leuk. Want je leert je paard dus ook een soort assertiviteitscursus. Je geeft je paard vaardigheden om te gaan met stress, met spanning en om te leren meewerken en om te leren nee te zeggen. En als mens gaan we ook soms mee met het paard en soms niet. Dat vind ik het interessante van trailerladen. Hiervoor kan je dus bij mij gewoon online lessen nemen. Er zijn best wel veel mensen die dat doen. Maar ik kan ook gewoon op stal. Soms dan kom ik ook ergens en dan staat de trailer klaar en dan gaan we spelen. En er komen nu ook in het voorjaar van 2022 een aantal trailerladen weekenden aan. Bij mensen op stal. En dan gaan we voor 2 dagen ook praktisch aan de gang. En dan kunnen ook mensen gaan oefenen terwijl ik erbij ben. Daarvoor moet het paard wel op de locatie wonen waar we oefenen. Want we willen natuurlijk niet alle vaardigheden meteen ongedaan maken.
Maar goed, die komen vast binnenkort op de website te staan, waar het allemaal gaat zijn. Of als je zelf zo'n weekend zou willen organiseren, kan dat natuurlijk ook. Dan moet je me maar een berichtje sturen. Nou, tot hier mijn ideeën over trailerladen zonder camoufleren. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Eén praktische. Ik ga ook nog deze week, of ik zou deze week live gaan met een hondenprofessional, met Monique Bladder. Dat hebben we even moeten uitstellen, maar dat komt er nog aan. Dus die krijgen jullie nog te goed van ons allebei. Doeg!